Goedendag aanwezigen. Het is 11 uur. We hebben een grote groep van mensen die zich ingeschreven hebben voor ons webinar. Contactgegevens in AVA CRM. Eenvoudig invoeren, correct houden en up-to-date houden. We gaan het komende half uur tot drie kwartier daar wat over vertellen. Als u aan het einde van die drie kwartier bent aangekomen, dan, als het goed is, heeft u een antwoord gekregen op de volgende vragen. Waarom zijn correcte organisatiegegevens nou eigenlijk belangrijk? Niet in de algemene zin, maar ook voor AVA CRM. Hoe ga je om met organisatiegegevens? Hoe kun je die heel eenvoudig invoeren? Hoe kun je ze aanvullen en hoe kun je ze up to date houden? En we hebben een hele lijst van ideeën wat je nog meer kunt doen als je eenmaal dit soort technieken en hulpmiddelen gebruikt. We zijn met z'n tweeën die de presentatie doen. Ik ben Ernst-Peter Tammerga, ik ben CEO bij XX Expertise Center. En mijn collega Rob is degene die alles weet en zal ook het meeste vertellen gedurende het webinar. Misschien wil je jezelf Rob voorstellen. Ja, dankjewel Ernst-Peter. Ik ben Rob van der Gaag. Ik ben Senior Account Manager bij XX. En verantwoordelijk voor onder andere de koppeling tussen AVAS en Company Info, CI Connect. En daarnaast al onze andere koppelingen en add-ons voor AVAS. Maar vandaag gaan we het natuurlijk hebben over CI Connect. Dankjewel. Als het goed is, ziet iedereen aan de zijkant van zijn scherm een vak staan waar die eventueel vragen kan stellen. De chat, zoals dat heet. De vragen die u stelt, volgens mij komen op iedereen terecht. We gaan ze zo goed mogelijk beantwoorden. Eventueel kunt u mij ook individuele basis vragen stellen en dan nemen we die mee als dat lukt in de presentatie. Er zijn in de presentatie wat momenten ingebakken om de vragen te behandelen die op dat moment relevant zijn. Maar uiteraard is er ook aan het einde van de presentatie van het webinar ruimte om vragen te stellen. Voordat we beginnen, we hebben een kleine poll gemaakt. En ik verzoek u vriendelijk om de poll in te vullen. Die gaat over wat voor onderdelen van AVAS u gebruikt. Gaat het alleen om AVAS Insight? Gaat het alleen om Profit Windows? Of gebruik je beide producten, zowel Insight als Profit Windows? Ik laat het even een paar minuten staan. Ik zie de meeste vragen binnenkomen. Antwoorden binnenkomen. We hadden intern binnen ons bedrijf wat discussie of Profit Windows dan wel Profit Insight het meest gebruikt wordt. Nou, als ik de antwoorden tot nu toe zie, dan denk ik dat bijna 80% een combinatie gebruikt, zowel Profit Insight als Profit Windows. Dat niemand alleen maar Profit Windows gebruikt, dat is heel verstandig, want met Profit Insight kan je wat meer dingen en wat handige dingen doen. Misschien als we ruimte hebben in de webinar dat even nog kort aan orde komt hoe je met Profit Windows om kunt gaan en CRM-gegevens up-to-date houden. Dank u wel voor het invullen van de poll. We gaan weer terug naar de presentatie. Oké. We gaan drie onderdelen behandelen vandaag. Zoals omschreven is, we gaan het hebben over hoe kun je heel gemakkelijk nieuwe gegevens op een hele correcte manier vlot invoeren. De meeste mensen die met AVAS CRM werken, hebben waarschijnlijk tientallen, honderden of wellicht ook duizenden relaties al in het systeem zitten. Wat kan je daarmee doen om de kwaliteit van die gegevens te verbeteren? En het meest interessante is, wij willen jullie aan het einde van het webinar wat ideeën geven wat je nog meer kunt doen als je eenmaal op deze manier met relatiegegevens omgaat binnen AVAS CRM specifiek. We starten. Met het invoeren van nieuwe relaties. En dan laat ik het woord graag aan Rob, die daarmee omgaat. Dankjewel, Ernst-Peter. Nou, zoals Ernst-Peter aangaf, wat kun je nou met CI Connect? En wat zijn nou eigenlijk de kenmerken van CI Connect? En hoe kun je dat het beste gaan gebruiken? Maar als je dat niet hebt, dan heb je de vraag van hoe ga ik nou de juiste gegevens van mijn contacten, nieuwe relaties, nieuwe klanten, prospects of andere partners of leveranciers, hoe ga ik de gegevens daarvan nou op een goede manier invoeren? En zoals jullie natuurlijk weten, als je dat met de hand moet doen, dan sluipen er ook fouten in. En voordat je het doet, misschien wil je dan ook wel eerst weten van, nou ja, hoe staat mijn klant of prospect of partner nou eigenlijk financieel voor? Wat zijn de kenmerken van het bedrijf waar ik zaken mee ga doen? Dus ik wil ietsje meer weten voor ik het überhaupt ga invoeren, überhaupt zaken ga doen.
En voor sales is het natuurlijk heel belangrijk van, ja, welke contactpersonen zijn er van belang. De DMU uiteraard. Wie zijn de beslissers, wie zijn beïnvloeders. Maar voor als je klantrelaties al hebt bestendigd, van wie is nou eigenlijk tekenbevoegd? Hè? Is het een wettelijke houdbare handtekening op die opdracht? Dus dat wil je toch graag weten of dat de juiste persoon is die je daar mee contact hebt. Nou, zoals jullie weten, jullie zijn Insight gebruikers van Avast CRM. En je weet inmiddels dat bij het invoeren van nieuwe organisaties kun je de knop invoeren via de Kamer van Koophandel gebruiken. Onlangs is dat veranderd in Avast in Profit 14-15 volgens mij. Is er niet meer gekozen om dat via Company Info te doen, maar via de Kamer van Koophandel. Nou, in feite maakt dat niet zo gek veel uit, want de gegevens waar het over gaat, dat zijn de basisgegevens uit het handelsregister. Dus voor jullie als gebruikers maakt in feite die overstap niet veel uit. Wij gaan jullie straks in het webinar ook verder laten zien wat je nou kunt toevoegen aan die gegevens als je CI Connect gaat gebruiken. Maar de vraag die je daar ook bij kunt stellen is van, ja, als ik dat via de KVK-invoerknop doe, kan ik dan ook meteen de verkooprelatie aanmaken of de inkooprelatie? Want je weet, in AFAS is de organisatie niet meteen ook een verkooprelatie, maar daar zul je nog een aparte handeling voor moeten doen, handmatig. En zoals ik aangaf, wil je graag weten van, joh, als ik nu ga zaken doen met deze organisatie, ja, ik zou toch eens willen weten hoe ze ervoor staan. Wat is het laatste jaarverslag? Kan ik het snel even inzien? Of even het uitdruksel uit het handelsregister raadplegen? Of even wat financiële ratio's kunnen bekijken? Hebben ze niet toevallig een servicefinance betaling? Of een mogelijk indicator voor een faillissement? Dat wil je toch graag weten. Ook contactpersonen, dus het gaat niet alleen om organisatiegegevens, maar ook contactpersonen wil je zoveel mogelijk automatisch invoeren. Is niet handmatig. En dat is ook niet nodig als je de juiste tools hebt. Nou, hoe kom je nou aan de juiste en aanvullende gegevens? Dat is geen verrassing uiteraard. We hebben het hier over CI Connect met Company Info. Nou, CI Connect is in feite de koppeling die je gebruikt. Maar waar het om gaat is dat je de gegevens en informatie van Company Info gaat gebruiken. En Company Info is een leverancier van informatie over organisaties en personen. En daar zitten, als je op de website kijkt van Company Info, ruim 3 miljoen organisaties en 3 miljoen personen in die database. En die worden continu up-to-date gehouden door het team van Company Info. Dus het is niet zo als bij de Kamer van Koophandel dat alleen maar de mutaties die de organisatie zelf aanlevert daarin naar voren komen. Nee, ze worden actief aangevuld. Dus je hebt een heel actueel beeld van jouw organisaties als je Company Info gebruikt. Nou, en met CI Connect kun je die gegevens op een makkelijke manier ontsluiten naar je eigen CRM-systeem. Natuurlijk niet alle gegevens, we gaan er straks nog even meer over vertellen, maar wel de belangrijkste. Ik ga even laten zien hoe je via Profit Insight nou heel makkelijk een organisatie invoert. Ik ga nu even mijn scherm delen met jullie. En ik ga mijn Insight-omgeving delen. Hopelijk verschijnt het nu op jullie scherm en kun je het ook goed lezen. Ik ga al zelf even naar mijn omgeving. Zo. Nou, wat jullie hier zien is de demo-omgeving van het bedrijf Visual Solutions. Dat is de demo-omgeving waar we vandaag mee werken. En ben ingelogd en ik word netjes goedemorgen geheten. De standaard-iconen die je ziet, verkooprelaties, organisaties, et cetera, een standaard Insight omgeving. Daar ga ik nu op dit moment even niet verder in, omdat jullie Insight natuurlijk voor de meeste in ieder geval al wel kennen. Wat belangrijk hier is om te zien, is dat wij met CI Connect het menu relaties iets hebben uitgebreid met CI organisaties, verkooprelaties en inkooprelaties. Dat zijn nu menu items, maar dat kunnen natuurlijk ook gewoon knoppen zijn op je Insight, op je Insight pagina voor bijvoorbeeld sales of marketing. Ik klik op CI organisaties en ik ga een organisatie proberen toe te voegen. Nou, ik ga nu proberen om het bedrijf Solar Cleaning, moet ik wel goed intikken, proberen in te voeren. Ik ga even zoeken en ik zie hier een lijstje met organisaties die voldoen aan deze zoekterm. Dit zijn dus allemaal organisaties die uit Company Info komen. Ik zie hier het bedrijf Solar Cleaning. En ik ga
daarop klikken. En je ziet hier aan de rechterkant verschijnen dat zij in Zwolle zitten. En dat zij ook nog een aantal contactpersonen wellicht hebben. Nou klik ik hier op toon contactpersonen. En wat hij dan gaat doen is ook uit de database van Company Info de contactpersonen met deze organisatie ophalen. Daar hebben we voor gekozen om dat een aparte actie te laten doen. Omdat je daarvoor ook zeg maar, bij Company Info voor moet afrekenen om die gegevens op te kunnen halen. Waarom heeft hij nu geen contactpersoon gevonden? Oké, dat hoort niet. Nou, doet er niet toe. Ik had verwacht dat hij daar... verkeerde solar cleaning genomen. Oh, oké. Okay. Solar cleaning company. Ik heb gewoon even op... Even kijken, deze moet ik hebben. Dankjewel, Hans-Peter. Vergissing is snel gemaakt. Als ik hier nu contactpersonen ophaal, dan zal hij hier inderdaad de directeur, meneer Hemstra, vinden. Nou, die wil ik ook graag toevoegen. En als ik hier nu op voeg toe klik, dan haalt hij de gegevens op uit Company Info. En voegt hij toe aan mijn CRM-systeem. Nou, als hij dat gedaan heeft, dan komt hij als het goed is terug in het organisatiescherm om die gegevens ook weer te tonen. Dat duurt wel even, zie ik. Een ogenblik geduld. En hij zal ook meteen de contactpersoon daaraan toevoegen. Oké, de gegevens zijn opgeslagen en ik kom meteen terug in het organisatiescherm in mijn Insight-omgeving van het bedrijf Solar Cleaning Company BV. Nou, hier zie je alle gegevens en je ziet hier ook dat Ipe Jacob Hemstra als bestuurder is toegevoegd bij de contacten. Nou, op deze manier kun je dus heel simpel een organisatie of misschien ook zelfs een verkooprelatie in één keer toevoegen. Nu hebben we gekozen voor de organisatie toevoegen. Als ik nog even terug ga naar Company Info, dan moet ik even mijn nieuw tabblad openen. Zo. Dan kan ik ook even laten zien hoe je heel makkelijk. Oh, dat had ik niet even zo moeten doen. Excuses. Nee, dit is de vreemd. Ik moet hier inloggen. Nou, log even in. Dit is niet de bedoeling, maar dat gaan we snel oplossen. Zo. Oké. Excuses, het moet even andersom. Zo. Ik ga terug even naar het organisatiescherm. Zo. En ik ga hier proberen om even kijken naar de variabelen. Want hiermee kunnen we zien dat je bij het invoeren van een nieuwe organisatie ook een aantal icoontjes aan de zijkant ziet. Een aantal AFAS-icoontjes, een aantal vraagtekentjes en een aantal Company Info-icoontjes. En dan ga ik straks even op verder wat dat precies betekent bij het invoeren van een nieuwe relatie. Ik moet even terug naar de demo. Wat hebben jullie nu gezien? Jullie hebben nu gezien dat we uitgebreide informatie vanuit Company Info kunnen toevoegen aan de organisatie. We hebben net een nieuwe organisatie toegevoegd. En ik ga je straks al even laten zien welke gegevens je dan precies uit Company Info ook toegevoegd krijgt aan de organisatie. Standaard krijg je een aantal velden erbij vanuit het handelsregister, het KVK-nummer, een statutaire naam en dergelijke. Maar met de Company Info-koppeling krijg je daar veel meer gegevens bij, met name rondom rechtsvormen en dergelijke. En niet onbelangrijk ook over de gezondheid van de onderneming. Een aantal indicatoren die met de financiële status van de organisatie te maken hebben. Ga ik jullie straks nog even laten zien hoe dat er in Insight uitziet. Dus je hebt nu gezien hoe we een heel eenvoudig een nieuwe relatie opvoeren in Insight. Je kunt heel graag zien of die al bestaat in je AFAS-omgeving. Dat gaan we straks nog even verder op in hoe dat eruit ziet. Meteen een verkoop- of inkooprelatie aan kunnen maken. En bestuurders kunnen koppelen. En je hebt gezien dat we direct mee met de organisatie die we ingevoerd mee aan de slag kunnen in Insight. Dankjewel. De basis voor het snel en correct invoeren van nieuwe relaties.
Ik was in de tussentijd was er wel een vraag binnengekomen. Misschien dat je kort kunt reageren. Er is een faciliteit nu die wat lijkt op het invoeren met Kamer van Koophandel gegevens zoals dat standaard in Insight zit. Maar die met Company Info ongelooflijk veel meer rijkere informatie meelevert. Maar de KVK is voor Nederlandse adressen. Hoe zit dat met buitenlandse adressen, was de vraag. Dat is een goede vraag. In de standaard CI Connect vanuit Company Info worden Nederlandse adressen opgehaald. Company Info kent ook de mogelijkheid om buitenlandse adressen op te halen. En dat gaat dan via de Dun & Bradstreet relatie van Company Info. En die kunnen we in principe op dezelfde manier via CI Connect, in je AVAS CRM laden. Omdat het gaat om buitenlandse relaties met dus buitenlandse adresgegevens, zijn dat wel aparte velden die we moeten toevoegen aan je CRM. Dus het is in feite een uitbreiding van de standaard koppeling met buitenlandse organisaties. Dus het kan wel, het is wel een uitbreiding op de standaard koppeling. Okay. Maar die is beschikbaar. Dankjewel. De meeste relaties die nu online zijn, maar onze ervaring met AVAS-gebruikers en CRM-gebruikers, dat er in hun database al meer zit dan één of twee relaties. Sterker, de meeste hebben daar tientallen, zo niet honderden organisaties in zitten. Als je nu zou starten met de koppeling met Company Info, ja, dan zie je hoe ga je daarmee om met die bestaande gegevens en kan je daar wat aan verbeteren. En dat is volgens mij het onderwerp wat erop in de volgende ronde wil behandelen. Namelijk, wat doe je met bestaande relatiegegevens die je hebt? Hoe ga je daarmee om? Oké, aan jou weer de kans. Dankjewel, Peter. Nou, uit onderzoek blijkt dat tot wel 30% van je CRM-gegevens jaarlijks wijzigt. Dus dat is best veel. Hè? Dus, een klein deel daarvan krijg je natuurlijk wel mee. Hè? Zoals adreswijzigingen van een klant of telefoonnummers van je contactpersonen. Dat zul je zelf ook wel bijhouden. Maar een groot deel van de organisaties, daar heb je niet dagelijks contact mee. En heb je dus ook een adreswijziging bijvoorbeeld niet altijd door. Dus op het moment dat die klant wordt en je blijft diezelfde gegevens gebruiken voor bijvoorbeeld facturatie, ja, dan mis je toch een belangrijke mutatie en gaat de factuur naar het verkeerde adres bijvoorbeeld. Dat is een hele praktische wijziging, maar andere belangrijke mutaties die je toch zou willen weten van je prospects of klanten, is als er een wijziging plaatsvindt in de bedrijfsstructuur. Dus wellicht is er een verkoop geweest van het bedrijf en dan komt er een nieuw moederbedrijf. Nou, dat zijn toch wel belangrijke mutaties die je graag, zeker in een sales traject, zou willen weten. En anderzijds, hoe verzamel je dus meer belangrijke gegevens dan alleen de handelsregistersgegevens uit de Kamer van Koophandel? Denk aan die financiële kengetallen of heel belangrijk insolventieindicatoren. Is er surseance van betaling aangevraagd voor deze prospect of belangrijker voor deze klant? Dat is toch iets wat je heel graag zou willen weten op voorhand, zeg maar. Nou, hoe gaat dat dan? Uiteraard. Je gegevens actueel, volledig en betrouwbaar houden, staat en valt natuurlijk met discipline van degene die gegevens beschikken en dat ook invoeren. En dus iedereen in de organisatie die contact heeft met relaties, dan wel leveranciers, dan wel partners, dan wel prospects of klanten, ja, die moeten dat nog steeds invoeren natuurlijk, anders dan ga je toch ook dingen missen, zeg maar. Dus dat blijft een kern van het volledig en up-to-date houden van je CRM-systeem. Dat wijzigt niet. En nogmaals, je kunt via die knop bijwerken via KVK in AVAS CRM de handelsregistergegevens ophalen en op die manier de gegevens bijwerken, maar ook een handmatige actie. Dus daar moet je steeds aan denken om dat te doen. En dat zul je niet voor al je zeker niet als je daar duizenden van in je CRM hebt staan, voor al je organisaties in je CRM gaan doen steeds. Nou, de oplossing is dus uiteraard, gebruik CI Connect voor de koppeling van AVAS CRM aan Company Info en je beschikt over geautomatiseerde updates. Dus je CRM wordt automatisch op de volledig gehouden, actueel gehouden en betrouwbaar gehouden. Bovendien, je krijgt veel meer gegevens dan alleen maar de handelsgegevens.
Je krijgt veel meer informatie over bijvoorbeeld het aantal medewerkers, de financiële status van je klant. Je kunt doorlinken naar de jaarverslagen en uitweksels en dergelijke. Je kunt kijken wie de aandeelhouders zijn, et cetera. Dus je kunt veel meer zien dan alleen maar de handelregistergegevens. Nou, ik ga je in de volgende demo even proberen laten zien wat er gebeurt bij onder andere een adreswijziging. Ik ga weer even mijn scherm delen. En ik kom weer terug in CI Connect. Ik ga even terug naar mijn relatiescherm. In mijn Insight-omgeving. Nou, hier zien we een aantal relaties staan. Ik scroll even naar de relatie All Gifts. En ik zie hier dat zij gevestigd zijn op de Ferdinand Bolstraat 2. Volgens mijn CRM. Maar ik heb uit betrouwbare bron begrepen dat toch een verhuizing heeft plaatsgevonden. Wat verderop in de straat. Alleen die heb ik nog niet doorgekregen. Nou, ik ga nu even laten zien dat als die verandering ook in Company Info doorkomt. Dat die ook automatisch in mijn CRM systeem wordt opgenomen. En ik zie hier ook dat All Gifts, de naam is wellicht niet correct. Er zou misschien nog iets van .bv of iets dergelijks achter moeten staan. Als ik even een andere relatie erbij pak en even inzoom op de gegevens die we vanuit Company Info in CRM laten lopen, dan zie je hier een typische relatiekaart van deze organisatie. En je ziet hier onder het kaartje een viertal tabbladen die wij hebben toegevoegd in de koppeling. Dus als je de koppeling gaat gebruiken, voegen we deze tabbladen toe. We hebben hier Company Info 1 tot en met 4 genoemd. Uiteraard kunnen we daar ook andere namen aangeven, maar dit is even voor nu in deze demo. En je ziet hier bijvoorbeeld de link staan naar de Company Info pagina in het portaal. Dan ga ik je straks nog even laten zien hoe dat eruit ziet. Nou, ik heb hiervan aangegeven dat deze relatie bijgewerkt mag worden. Wij kunnen hier ook nog aangeven dat je deze organisatie niet wilt laten bijwerken of slechts gedeeltelijk wilt laten bijwerken. Als je zegt, nou, ik wil toch dat ik blijf zaken doen met de vestiging om de hoek en ik weet dat dat adres in mijn CRM systeem toch correct is, dan kun je hier uitzetten dat die adres moet synchroniseren. En hetzelfde geldt voor de naam. Als er een hele lange statutaire naam van een bedrijf is en je doet liever zaken met een wat kortere naam, dan kun je hier ook de naamsynchronisatie uitzetten. Dat zijn ingrepen die je zou kunnen doen in de synchronisatie. Komt niet heel vaak voor, maar het komt voor vandaar dat we die mogelijkheid hebben toegevoegd. Nou, nu zie je hier een aantal KVK gegevens, maar ook de KVK van de moeder bijvoorbeeld. Dat is niet iets wat je standaard uit het handelsregister terugkrijgt. De volgende tabblad, de SBI-code voor de marketeers onder jullie. En hier zie je ook dat uit de Kamer van Koophandel het aantal medewerkers op 0 staat, terwijl als we kijken naar de Company Info gegevens, dat inmiddels in ieder geval 15 is. En dat nou, niet heel recent, maar in ieder geval recenter is bijgewerkt dan vanuit de Kamer van Koophandel. Want daar krijg je gewoon geen gegevens over terug. Het derde tabblad. Nou, hier krijg je wat gegevens over de oprichting, over de vestigingsdatum en over de voortzetting. Dus kennelijk is hier toch iets aan de hand geweest. Wat financiële gegevens over deze organisatie. En op het laatste tabblad, hier staat een faillissementsindicator. Dus dit bedrijf is dus gewoon failliet. Dus, en hier zie je wanneer het is geweest, op 5 maart 2020. Dus dat is relatief recent geweest. Nou, dat is toch wel belangrijk om te weten. Nou, zo zie je hier dat je hier op deze gegevens uit Company Info in je CRM beschikbaar hebt. Dus hoef je niet naar Company Info toe te gaan om deze gegevens te kunnen bekijken. Even terug naar het lijstje. En we gaan inmiddels even kijken of de relatie is bijgewerkt in onze All Gifts. Nou, zoals je ziet, ze zaten op de Ferdinand Bolstraat 2 en dat is nu 25 geworden. De gegevens uit Company Info zijn dus doorgevoerd. En in plaats van All Gifts is het allgifts.nlbv, zoals het officieel heet. Dus die gegevens zijn netjes door Company Info in de CI Connect bijgewerkt. En als ik even naar beneden blader, dan zie je ook hier dat daar een
update heeft plaatsgevonden. En op die manier kunnen we dus ervoor zorgen dat deze gegevens automatisch, in dit geval van een adreswijziging, die komt dus automatisch in je CRM lopen. Hoef je verder niets voor te doen. Even terug naar de presentatie. Nou, wat heb je nu gezien? We hebben gezien dat bijvoorbeeld een adreswijziging automatisch wordt gecorrigeerd in je CRM-systeem. En je hebt gezien dat eventueel de totale update vanuit het company info kunnen blokkeren, maar ook onderdelen uit, zoals de naam en het adres, eventueel kunnen blokkeren als je dat zou willen. Dus je hebt nog een invloed op wat er wat automatisch wordt aangepast. Met die link kunnen we meteen doorklikken naar company info. Daar ga ik straks nog even wat van laten zien. Voor meer achtergrondgegevens. Het heeft natuurlijk niet zo gek veel zin om alle jaarverslagen en uittreksels als dossier item in je CRM te stoppen. Als je daar ook gewoon naar kunt toegaan op het moment dat je dat nodig hebt. Vervolgens, je zult naast zeg maar, je bestaande relaties waar je veel zaken mee doet, en ook een aantal organisaties in hebben zitten die maar voor een gedeeltelijk up-to-date zijn, omdat je daar niet dagelijks mee werkt. Die kun je automatisch via company info laten updaten. Het enige wat daarvoor nodig is, is het Kamer van Koophandelnummer. Als je dat invoert en de update staat aan, dan wordt automatisch de organisatie gecompleteerd door de koppeling en de gegevens uit company info. En dat werkt uiteraard ook met Profit Windows. In feite, als je daar zorgt dat je het Kamer van Koophandelnummer invoert, dan vanaf dat moment weet de koppeling, hey, ik moet deze gegevens aanvullen vanuit de informatie uit company info. Ik kan het even laten zien hoe dat eruit ziet in een volgende demo. Dan ga ik even terug naar mijn browser. Ik ga weer even naar CI-organisaties. Oh, ik heb de goede klik. De goede CI-organisaties. Ik kom in het tabblad CI Connect uit en ik ga proberen om de variabele groep in te tikken. Variabele groep. Ik ga zoeken en. Even kijken hoor. Nu moet even de variabele, het voorbeeld zo. Want dit wilde even uitleggen, dat liet ik in het begin al even zien, wat die icoontjes aan de voorkant betekenen. Dus hij gaat zoeken op een deel van de naam. En dan ziet hij een heel aantal organisaties die aan de variabele voldoen qua naam. En je ziet hier een aantal AFOS-icoontjes. Het AFOS-icoon betekent dat die organisatie al in jouw CRM zit. Dus hij checkt ook van, hey, wat zit er al in je CRM-systeem? En wat zit er nog niet in je CRM-systeem? En waar zit een vraagteken, namelijk bij bijvoorbeeld de variabele GRP. Nou, daarvan weet hij niet van, hey, ik zie wel dat er een relatie is, het voldoet aan de naam de variabele, maar ik weet niet helemaal zeker of het dezelfde organisatie is. En ik heb ook geen KVK-handelnummer hier, dus ik weet niet of dat dezelfde organisatie is als deze, de variabele groep, die uit company info komt. Maar dat kan ik vrij snel aanpassen door het juiste KVK-nummer in te voeren. En ik heb bijvoorbeeld, ik kopieer het nu even, maar ik kan het van de website van de variabele hebben gehaald. Van, dit is het KVK-koophandelnummer. En als ik dat nu ga invoeren in mijn organisatiescherm, dan zoek ik hem wel even op. Ik zoek hier organisatie variabele. Klik hier de variabele groep aan en ik voer het even aanpassen. En ik voer bij de gegevens, voer ik hier het Kamer van Koophandelnummer in. Ik druk op aanpassen. En je ziet, oké, hij is opgeslagen. Ik wil even laten zien dat alle gegevens hier nog ingevuld zijn. En ik ga kijken of die hier ook de gegevens aan toevoegt.
Oké. Als ik even terug ga naar het. Even kijken. Terug ga naar de. Op info ga en ik kan hier op bijvoorbeeld de. Even kijken. Variabelen. Groep moet ik even invoeren natuurlijk. Kan ik hier zien wat in company info aan gegevens bekend is. Nou, je ziet hier uiteraard een aantal standaardgegevens. Je ziet hier bijvoorbeeld ook dat de variabele groep bij de ING-bank bankiert. Dat zijn allemaal gegevens die je graag zou willen weten. Oplichtersdata en dergelijke wil je weten. Je wilt ook weten wat de handelsnamen zijn. Kijk, Burghout bedrijven bijvoorbeeld, daar zou je niet zo snel op komen als je dat niet zou weten. Dus als je dat tegenkomt en je zoekt op Burghout bedrijven, kom je ook bij de variabele groep terug uit. Je kunt hier direct ook uittreksels ophalen. Heel recent, en die kun je ook gewoon hier netjes bekijken. Dus dat heb je meteen tot je beschikking. Als ik even terug ga, dan kun je ook zien hoeveel werknemers er werken, welke klasse werkzaam personen dat is en welke bestuurders er zijn, hoe de aandeelhouders onderling uitzien. Het valt onder de variabele holding, et cetera, et cetera. Nog een heel aantal nieuwsitems die met het bedrijf te maken hebben en een samenvatting van de afgelopen jaren aan financiële gegevens. Kortom, een heleboel gegevens die interessant zijn om te weten van je toekomstige relatie. Zo, ik ga even kijken inmiddels of de update heeft plaatsgevonden. Terug naar mijn insightscherm. En ik zoek weer even de variabelen op. Zo. En als het goed is, zijn hier nu de gegevens netjes geüpdate. Met alle gegevens die we net ook in company info hebben gezien. Dus dat zijn dezelfde gegevens. Nou, wil je nu meer weten van die gegevens, dan kun je ook netjes via de link, en die wil ik even laten zien, doorklikken naar het scherm in company info. Kijk, hier hebben we hem. Hier staat netjes de link naar de company info pagina voor deze organisatie. Dus als ik hier nu op klik, dan kan ik meteen. Kom ik meteen in het portaal van company info om die gegevens op te halen. Dus je hoeft dus niet alle gegevens in je CRM-systeem te hebben. Je kunt ook via de link netjes het uittreksel opvragen, et cetera. Dat is wat ik nu even wilde laten zien. Voor wat betreft het aanvullen van je bestaande relaties. Dus in feite, wat we net lieten zien, is dat je voldoende hebt aan het invullen van het KNV-koophandelnummer om ervoor te zorgen dat de synchronisatie plaatsvindt. Nou, nogmaals, dat werkt ook voor Insight en uiteraard ook Profit Windows. Daar maakt niet uit. Dus je kunt het voor bestaande gegevens gebruiken, voor bestaande relaties om die te updaten. Maar op die manier kun je ook heel makkelijk een nieuwe relatie invoeren. Het enige wat AFAS vereist is een naam en het KNV-koophandelnummer. Zodra de koppeling gedraaid heeft, dan worden die gegevens aangevuld met alle gegevens uit company info en is je relatie compleet. Dus op die manier kun je ook heel snel, bijvoorbeeld in Profit Windows, nieuwe relaties toevoegen. Dankjewel. Tweede onderwerp is aan de orde geweest. Eerste stap is hoe voer je eenvoudig, snel en vlot nieuwe gegevens, nieuwe relaties in. Rob heeft in de presentatie twee onderdelen laten zien. Eén, hoe kun je bij de bestaande gegevens onderdelen toevoegen als ze niet compleet zijn? Hoe kun je het gecorrigeerd krijgen? In de tussentijd is ook wel een vraag binnengekomen. Misschien kun je die behandelen op dit punt. Iemand schrijft: ik geloof wel dat die gegevens van company info kloppen, maar toch zijn er bepaalde relaties waarin wij zelf de naam willen bijhouden, om wat voor reden dan ook. En we hebben ook gemerkt dat KNV-koophandel niet altijd bijgewerkt is. Kunnen we ook voorkomen dat bijvoorbeeld het adres wordt aangepast?
Zijn daar mogelijkheden toe in de koppeling die je weergeeft? Misschien kun je er antwoord op geven. Ja, dus zoals ik al heb laten zien, hè, in het schermpje van de koppeling infogegevens staan ook twee knopjes waar je in aan kunt geven van, nou, moet deze, of eigenlijk drie knoppen, moet deze relatie überhaupt worden bijgewerkt automatisch? Dat kun je helemaal uitschakelen. En je kunt ook deels aangeven dat je de naam niet wil laten updaten of het adres niet wilt laten updaten. Dus die mogelijkheid die is er. Ja, en ik heb nog een vraag die hieraan gerelateerd is. Ik denk dat ik die zelf kan beantwoorden. De vraag is, wordt er ergens bijgehouden welke gegevens aangepast zijn? Ja, er wordt een log opgebouwd die precies vertelt welke gegevens op welke manier zijn aangepast door de koppeling met Company Info. En die log is te raadplegen en weer te geven. In dat opzicht kun je altijd nagaan waarom is een bepaald gegeven aangepast en wanneer is dat gebeurd. We hebben nog een derde onderwerp in de presentatie van vandaag. Wat kan er nog meer? Wat u nu gezien hebt, feitelijk is basisgegevens bijhouden. En als je gegevens up-to-date zijn, kun je met die gegevens gaan werken. Misschien kun je daar nog wat van vertellen, Rob? Zeker. Zoals je hebt gezien in Company Info kun je één organisatie opzoeken, maar je kunt ook een hele groep selecteren. Dus je kunt in feite een soort selectie maken van gegevens. Hè. Bijvoorbeeld om een marketingactie uit te voeren of om je CRM verder uit te breiden. En die selectie van gegevens kun je ook importeren in je CRM-systeem. En dat kun je ook CI Connect voor gebruiken, om dat in één klap een hele groep prospects bijvoorbeeld in te laden. Nou, zoals je ook al aangaf, hè, je kunt het invoeren van de Kamer van Koophandelnummers ook gebruiken om stapsgewijs je kwaliteit van je CRM-systeem te updaten. Door van die organisaties waar je dat van wilt ook gewoon het Kamer van Koophandelnummer in te voeren en de synchronisatie aan te zetten. Dus je hoeft niet dat al meteen voor je hele CRM-systeem te doen, maar dat kun je ook in stapjes doen. Zodat je in ieder geval voor de belangrijkste organisaties je in ieder geval telefoonnummers, e-mailadres en dergelijke in ieder geval uniform en actueel hebt. Dus het tempo waarin je dat doet, dat kun je natuurlijk zelf bepalen. Nou, omdat we natuurlijk Profit en Insight gebruiken als CRM-systeem, kunnen we ook gebruik maken van de functionaliteiten die daar in zitten voor wat betreft signaleringen. Dus we kunnen in CI Connect een signaal laten ontstaan in Profit of in Insight. Bijvoorbeeld bij mutatie van een verhuizing. Dus als een organisatie verhuist, een klant verhuist bijvoorbeeld, kunnen we de desbetreffende verantwoordelijke voor die organisatie binnen jouw organisatie een signaal geven via Insight van hey, jouw klant X, Y, Z, die is verhuisd. Ja, dus dat je ook op de hoogte bent actief van mutaties. Andere mutaties kunnen we bijvoorbeeld als een workflow starten, hè, waar iets mee moet gaan gebeuren. Stel dat je zegt, nou, ik zie dat een klant van ons een andere naam heeft gekregen. Ja, dan zal er iets meer moeten gebeuren dan alleen maar de kennisgeving krijgen. Wellicht wil je daar toch nog iets mee gaan doen. Dus dan kunnen we ook de verantwoordelijke voor die organisatie in een workflow attenderen op het feit dat daar iets mee moet gaan gebeuren. Nou, nog sterker is dat natuurlijk als er insolventie optreedt, als er indicatie voor een surseance van betaling of zelfs een faillissement aangemerkt wordt, ja, dan zul je er zeker iets mee moeten. Dus dan is het fijn dat die actie gewoon als workflow in je takenlijst verschijnt in Insight. En hetzelfde, nou, tekensbevoegde website adres wijzigen. Welke mutaties dan ook die we vanuit Company Info doorkrijgen, daar kunnen we in Profit of in Insight een signaal dan wel workflow voor opstarten. Dus op die manier word je actief op de hoogte gehouden van de mutaties die plaatsvinden. Standaard is er één plek waar die mutaties, zoals Peter zei het al, er wordt een log bijgehouden van welke mutaties er plaatsgevonden hebben. Dus je kunt altijd terugzien wat er is gebeurd. En eventuele mutaties die onwenselijk zijn, die zou je eventueel kunnen terugdraaien dan, mocht je dat willen. Maar het is natuurlijk veel sterker als je dat op het bordje legt van de verantwoordelijke voor die medewerker. En zeker als het gaat om inkooprelaties, dan wel verkooprelaties, is er altijd een verantwoordelijke in Insight die dat dan in zijn taaklijstje krijgt. Nou, er zijn een aantal van de uitbreidingen die we specifiek voor jou als klant kunnen toevoegen aan de koppeling. Hè. Dus niet alleen maar het verplaatsen van informatie van Company Info, in dit geval naar je CRM-systeem, maar we kunnen er ook actief iets mee doen om ervoor te zorgen dat je actie gaat ondernemen.
Nou, er zijn nog een aantal andere dingen die je kunt bedenken. We hebben net al even de buitenlandse adressen aangestipt. We hebben aangegeven dat je die selecties kunt maken en op die manier je marketing database kunt uitbreiden, et cetera. Dus er zijn nog een heel aantal andere mogelijkheden die je kunt toevoegen aan je CompuInfo CI Connect koppeling. Een aantal praktische dingen. De koppeling bestaat uit twee onderdelen. We hebben het net even gehad over het abonnement op CI Connect. Dat neem je af via X6. En voor de gegevens, de data, is het nodig dat je een abonnement bij CompuInfo afsluit. En sowieso wel goed om daar eens even op de website te gaan kijken welke gegevens zij nog meer bieden dan alleen maar bedrijfsgegevens en organisatiegegevens. Denk aan Know Your Customer type gegevens, UBO, dat soort zaken. Zij kunnen daar vast veel meer over vertellen. Dat gaat voor de koppeling nu wat even wat te ver. Even resumerend, wat hebben we nu in dit webinar behandeld? Nieuwe relaties invoeren, snel en foutloos. Beslissers, tekenbevoegde personen voor nieuwe relaties. Hetzelfde geldt voor bestaande relaties. Op die manier kun je via CompuInfo deze actueel maken en ook contactpersonen toevoegen. Belangrijke ontwikkelingen volgen door actief te monitoren op mutaties. En eventueel via CompuInfo nog veel meer gegevens verrijken in je CRM-systeem. Door bijvoorbeeld het toevoegen van een geselecteerde set prospects op basis van bepaalde selectiecriteria. En uiteraard het aanmaken van die signalen, starten van workflows. Nou, CompuInfo en CI Connect bestaan al een tijdje. Er zijn een heel aantal organisaties die er al gebruik van maken. Een HLB van Daal bijvoorbeeld gebruikt het om hun klanten goed in kaart te krijgen. En voor te zorgen dat ook in het acceptatietraject van nieuwe klanten dat een rol speelt. Die zijn heel erg benieuwd naar ja, wat voor vlees haal ik in de kuip. Hetzelfde geldt voor Koenen en Co. en Alpha. Dat zijn ook beide accountants. Comenda is een financiële dienstverlener. Ook daarvoor geldt dat ze graag willen zien met wie ze zaken gaan doen. En ze moeten daar op een heel aantal aspecten die klant ook beoordelen voor ze daadwerkelijk zaken mee mogen doen. Dus daar zijn die gegevens uit CompuInfo heel erg belangrijk voor. FleurUp gebruikt het vooral als tool om hun inkooprelaties goed op orde te houden. En Richting heeft een grote database van organisaties in het sociale domein waar ze veel zaken mee doen. En waar heel veel afdelingen en locaties een rol spelen. Nou, dat is ook heel belangrijk om die ook goed in kaart te blijven houden. Zo zie je dat een heel aantal organisaties verschillende redenen hebben om met CompuInfo en met CI Connect te werken. Zijn er nog andere vragen binnengekomen, Peter? Ja, er zijn enkele vragen binnenkomen. We hebben beloofd om het in 3 kwartier te doen. En als ik op het klokje kijk, hebben we nog 2 minuten. Dus we hebben denk ik nog ruimte voor 1 of 2 vragen. De overige vragen, wees niet bevreesd dat wij die niet gaan beantwoorden. We hebben ze netjes opgenomen, de vragen die ze langskomen. Sommige zijn heel individueel gericht. Sommige gaan over particuliere gegevens, noem maar op. Dus die behandelen zeker in de afloop. Ik heb ook in de chat gezet dat we het webinar opnemen en dat in de komende dagen u link krijgt naar de webinar recording, mocht er daar nog specifieke vragen op zijn. Ik heb nog 1 of 2 vragen die denk ik in dit punt relevant zijn. En 1 van de onderdelen kwam van een financiële dienstverlener die wil graag UBO-controle of UBO-inzicht krijgen. Ik weet niet of iedereen weet wat UBO is. Misschien kun jij een stukje toelichten daarvan en ook uitleggen of daar mogelijkheden toe zijn. Ja. En de UBO is kort gezegd eigenlijk de uiteindelijke verantwoordelijke voor een organisatie. En dat hoeft niet de CEO te zijn, maar het kan ook de aandeelhouder van een moederbedrijf zijn bijvoorbeeld. Of nog ingewikkelder met allerlei constructies. En dat is niet iets wat je zomaar even als gegeven kunt ophalen. Daar zit wel een heel traject aan. Dus ik denk dat je daar het beste even bij ook CompuInfo zelf kunt navragen wat daar de mogelijkheden voor zijn. Ze hebben daar mogelijkheden om die UBO op te halen en beschikbaar te stellen. Dat gaat wat verder dan het overhalen van die gegevens vanuit CompuInfo naar CRM. Dus ik zou daar toch graag naar CompuInfo willen verwijzen om te vragen van wat de mogelijkheden daar zijn.
Maar wij kunnen die koppeling ook verzorgen dan. Als het eindelijke resultaat van de zoektocht naar de UBO afgerond is, dan zouden we uiteraard die gegevens in CRM kunnen overnemen. Ja. Daar, voor zover ik weet, moet je daar een verslag van doen dat je als financiële dienstverlener verplicht bent eens in de zoveel tijd te controleren of de klanten, relaties waar je zaken mee doen, nog wel senang in elkaar zitten. En het resultaat kan inderdaad een volledige zoektocht weergeven zijn en als PDF in het dossier-item en AVA-CRM vastleggen, zodat je altijd kunt aantonen op welk moment die controle heeft plaatsgevonden. En ik weet dat Company Info daar uitstekende faciliteiten voor biedt. Uiteraard is het een hele zoektocht, want BV-constructies en aandeelhouders en stichtingen, administratiekantoren is niet altijd vanzelfsprekend. Maar het mooie van Company Info is dat het een goede relatie heeft met het Financieel Dagblad, de FD-groep, waar heel veel informatie over bedrijven verzameld wordt. Qua tijd wil ik het stoppen. We hebben nog één laatste slide. Als je aan de slag wil met AVAS CRM integreren met Company Info, dan is Rob beschikbaar om de antwoord op te geven. Het makkelijkst bereikbaar via het algemene telefoonnummer. Die weet Rob dan te vinden. Maar uiteraard van harte aanbevolen om een keer te kijken naar de website van Company Info. Of daar contact mee te leggen, is een uitstekende partij voor kwaliteitsvolle data. Tot op heden bedankt voor je aanwezigheid allemaal. We hebben het precies in 3 kwartier plus 1 minuut gedaan. Dus dat is een timing. Ja. Ja, dat is een timing. Goed. Iedereen krijgt de recording de afloop. En nogmaals, aarzel niet om wat vragen te stellen. Als de vragen in de chat niet in het webinar behandeld zijn, komen we er apart op terug. Tot dan. Hartelijk bedankt voor de aanwezigheid. Dank jullie wel. Tot ziens.